is bijzondersportief.nl. Het outdoor tennisseizoen mag dan ten einde zijn, maar bij de volgens insiders gezelligste tennisvereniging van Apeldoorn, Kwik aan de Pijnboomlaan, werd afgelopen weekend nog volop getennist op het tennispark. Weliswaar een wild toernooi, dus zonder medeweten van de tennisbond, maar wel een met een maatschappelijke verantwoording en doelstelling. In eerste instantie hadden we er nog geen goed doel aangekoppeld. Het was gewoon een spontaan idee. Dat in de zomer begon, dat ontstond eigenlijk dat idee en besloot om aan het eind van het seizoen een toernooi te houden. En het eerste jaar was het zo'n succes dat een heleboel bedrijven op dat moment al toezeggingen deden voor het jaar erop om te willen sponsoren. Nou, snel een klein rekensommetje leerde al dat we dan geld over zouden gaan houden. Het eerste jaar kostte dat nog een beetje geld en het tweede jaar zouden we al heel snel geld over gaan houden. En ja, omdat we er niet aan willen verdienen, hebben we besloten om dat maar de opbrengst maar aan een goed doel te schenken. Er komt een bui aan hier, kijk. Maar hij valt een beetje aan elkaar. En dan praat je over het tweede stipje. Maar joh, dat gaat goed. We gaan er precies tussendoor. De wedstrijdleider houdt alles goed in de gaten. De buienradar, maar vooral het tijdschema. Met deze voor tennis ongebruikelijke bel wordt na 50 minuten wedstrijd, net als in het boksen, de volgende speelronde aangekondigd. Het toernooi, wordt dat alleen gespeeld door leden van Kwik of ook van buitenaf? Nee, ook mensen van buitenaf. Het grootste gedeelte komt van buiten. Ik denk dat zo'n 40% van de deelnemers Kwikleden zijn. En overige 60% komt van buiten, zelfs van buiten de plaats. De ouders spelen hun wedstrijden op het court. En de kids vermaken zich kostelijk elders op het park. Ieder jaar wordt aan dit gezellige toernooi een goed doel gekoppeld. In het verleden kregen Stichting Kleef, het hospice om er maar eens een paar te noemen, een cheque van enkele duizenden euro's overhandigd. Dit jaar gaat de opbrengst van onder meer de loterij, de veiling en het grootste deel van de inschrijfgelden naar de Bas van de Goor Foundation. Waar staat jouw stichting ook alweer voor? Nou, ik heb zelf diabetes type 1 en heb anderhalf jaar gevolleybald nog tijdens mijn actieve carrière met type 1. En ik heb daarin geleerd dat als je heel veel beweegt, dat het veel makkelijker is om je bloedsuikerwaarde onder controle te krijgen. En die boodschap, hoe meer je beweegt, hoe makkelijker het er is om je bloedsuiker onder controle te houden, daar staat onze stichting eigenlijk voor. Dus wij proberen zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen, zodat de kwaliteit van leven omhoog gaat. Kijk, er zijn in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen met diabetes en 100.000 daarvan hebben type 1, wat ik ook heb, en 900.000 is type 2. Type 2 maakt dus nog een klein beetje insuline aan, okay. Maar die 100.000 die hebben geen, laten we zeggen, thermostaat van hun bloedsuiker. Dat is niet een apparaat in je lichaam die standaard je bloedsuiker goed houdt, die doet het bij ons niet meer. Dus wij kunnen helemaal omhoog gaan of helemaal naar beneden gaan en dat moeten wij dus zelf monitoren. Wij moeten zelf met een vingerprik onze bloedsuiker bepalen en dan bepalen hoeveel insuline we nodig hebben om die bloedsuiker stabiel te krijgen. Als je gaat sporten zal die in het begin een klein beetje naar beneden gaan en veel mensen denken dan misschien, luister, als ik ga sporten gaat mijn bloedsuiker naar beneden en dan krijg ik een hypo, dat is een te lage bloedsuiker en dat voelt niet fijn, dus ik ga niet meer sporten. Als je nou regelmatig sport, dan zal dat steeds minder, die bloedsuiker steeds minder gaan dalen, zul je er steeds voorspelbaardere bloedsuikers krijgen en heb je dus meer grip op je bloedsuiker. Nou, dat is eigenlijk en dat betekent dat dat er niet een aantal sporten zijn die je kunt doen. Je kunt alle sporten doen bij alle verenigingen. Als je vragen hebt, kom bij ons. Dan kunnen we je helpen met het delen van ervaringen of met het doorverwijzen naar mensen die je op medisch gebied kunnen helpen. Is dat ook richting de vereniging of alleen richting de sporter zelf? Nou, wat wij nu van plan zijn, want we hebben natuurlijk in eerste instantie, we bestaan volgend jaar 5 jaar. In de eerste 5 jaar hebben we geprobeerd mensen met diabetes naar de sportwereld te duwen. Nu op een gegeven moment tijd om de sportwereld te vertellen hoe ze die mensen kunnen ontvangen. Dus het zou heel mooi zijn als wij bij verenigingen aan kunnen geven wat ze moeten doen om mensen met diabetes te begeleiden. Ik denk dat het heel belangrijk is om in ieder geval te luisteren naar de ouders. Die zijn al in hoge mate deskundig.
ik zou heel graag een soort van pdfje op onze site zetten. Of voor alle trainers en gymleraren die vragen hebben. Met een aantal richtlijnen. Waar moet je aan denken? Wat kan er gebeuren? Wat doe je in geval van nood? Contact met de ouders? Dat soort zaken. Dat is iets wat wij willen gaan ontwikkelen. Wat verwacht je van de opbrengst? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, het is moeilijk te zeggen. Het is toch crisis. Tuurlijk weet ik nu wat voor een sponsoren we hebben dit jaar. En welke bedragen ze hebben toegezegd. Daarnaast heb je de inkomsten van het inschrijfgeld. Dat weten we natuurlijk ook. En daarnaast is het de opbrengst van de veiling en de loterij. En daar kan ik nu natuurlijk nog niets van zeggen. Want die moeten nog plaatsvinden. Maar goed, ik hoop dat... Nou ja, goed, als ik toch iets moet roepen, dat we er ergens tussen de 5.000 en de 7.000 euro uitkomen. Even, wat was het vorig jaar nog? Want toen zaten we er middenin. Vorig jaar was het 7.000 euro. En toen is op de slotavond nog door hier en daar wat weddenschapjes afgesloten met elkaar, is er nog 200 euro bijgekomen. In de eerste klasse E op Sportpark De Lanen in Twello bij voorwaarts moest WSV proberen om van de hatelijke nul af te komen na 4 wedstrijden. WSV het kende natuurlijk betere tijden een aantal jaren geleden. Hier zagen we de selectie van Roeland ten Berge, de man die het dit jaar overgenomen heeft van Hans van der Hoop. Hier de 11 van WSV. Trainer Hans uit de Boogaard moet maar liefst 4 spelers, toch wel dragende spelers met wat ervaring missen. En dat is toch al zo lastig in deze periode. Het beste er maar van maken. Gelukkig hebben ze bij WSV nog geen paniekaanvallen over de situatie. Want iedereen heeft er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. WSV mocht dus aftrappen. Prachtig zonnetje. Toch aardig weer wat publiek op de lanen. En die zien dat hier Perenboom de fout in ging. Vrije trap. Maar dat is een makkelijke prooi voor Sam voor de poorten. De doelman van voorwaarts vrije trap was van Olivier Post. Bouloudidi, als hij aan de bal is, is het regelmatig gevaarlijk. Altijd dreigend in ieder geval. Eilering, nee, Perenboom geeft die bal voor. Dan gaat Kranenburg bijna de fout in. Maar gelukkig voor de WSV loopt dat met een sisser af. WSV, het loopt achter de feiten aan dit seizoen. Wordt niet weggespeeld, maar kan ook niet winnen. Bouloudidi namens voorwaarts. Weer om zijn man heen, geeft hem voor. Maar dit keer geen probleem voor Michiel van Kranenburg. Hij onderschept die voorzet voordat een andere voorwaarts aanvaller gevaarlijk kan worden. Dan hier een vrije trap op een lekkere positie. Ik dacht dat Van Niel daar geel voor kreeg. Van scheidsrechter Dieperdink uit Borculo en dan de vrije trap. Maar die wordt van richting veranderd. Vrije trap van Danny Korevaar, de aanvoerder. Maar die bal gaat hoog over. Hij had weinig geluk. Verre ingooi. Kan altijd een gevaarlijke situatie opleveren. Bal in de scrimmage. Andermaal een schot. Maar weer het vizier te hoog. En het was een schot van Fakkert. Geleidelijk aan. Komt voorwaarts beter in het spel. Hier een mooie voorzet. Bouloudidi geeft die bal dan voor. Bastarink, maar die kan die bal net niet genoeg met vaart meegeven om Michiel van Kranenburg te passeren. Goede mogelijkheid voor de sympathieke aanvoerder Bastarink van voorwaarts. Maar geleidelijk aan neemt voorwaarts het heft meer en meer in handen. Perenboom hier. Bouloudidi. 1-2'tje. Wordt die bal voorgegeven en dan gaat hij net voorlangs en kan daar achterin Niels Eilering geen gevaar meer uitrichten omdat de bal te ver uit positie was. Andermaal Bouloudidi. De druk wordt groter op de defensie van de WSV. Op de voeten van Michiel van Kranenburg. Goede mogelijkheid. Hebben we zo'n 35 minuten gespeeld. Boy Bouloudidi. En hier de bank van WSV. Ja, het is allemaal verklaarbaar wat er gebeurt, maar het is natuurlijk niet leuk. Op rechts. Eilering. Brinkman, 1-2'tje met Bouloudidi. En Brinkman loopt door en dan op slag van rust. Is het 1-0 voor voorwaarts de doelpunt te maken. In de 41e minuut is Peter Brinkman.
Prima 1-2, prima aanval ook. En dan bij de eerste paal speelt hij hem binnendoor. En hij zet de mannen uit Twello op een 1-0 voorsprong. En op dat moment niet onverdiend. Maar helaas, WSV in de tweede helft. Natuurlijk, een domper zo vlak voor rust. Maar ze herstellen zich knap. Hier hebben ze pech, want de bal gaat via de lat het veld weer in. En zo'n jonge ploeg heeft dan net even dat zetje nodig om wat zelfvertrouwen te tanken en om weer in de wedstrijd te komen. En misschien beter nog in de competitie eindelijk eens te komen. Vrij even een goede trap, goede poging van Muharrem Aslan. Maar ja, Sam voor de poorten zag dat van ver aankomen. Brinkman. Starink. Hier op rechts is dat Perenboom. Nee, Eilerink was dat. Wordt de bal hier doorgegeven door Perenboom. Dan is dat een simpele prooi voor Van Kranenburg. Maar Danny Korevaar had per ongeluk de man onderuit gemaakt. En die heeft hier nog meer pech. Want de vrije trap gaat via zijn voet rechtstreeks in het doel. En zo staat Voorwaarts op 2-0. Hier ziet u dat nogmaals. Wordt ingespeeld. Hij wil gaan ruimen. En dan heb je het hoogst ongelukkig. Is Kranenburg kansloos. En sta je met 2-0 achter. En dat is natuurlijk balen en zuur. Dan kan Voorwaarts verder. Prima situatie, wordt voorgegeven. Maar gelukkig voor Voorwaarts loopt dat goed af. En kan Eilerink niet meer bij die bal. Bouloudidi. Speelt die bal diep. Totaal geen gevaarlijke situatie met Marcel de Jong daar. Maar die wordt omvergekegeld in zijn ogen. En neemt dan revanche. En dan kan scheidsrechter Diepering niet anders doen dan de nummer 12 van WSV, Marcel de Jong, met rood voortijdig naar de kleedkamer te sturen. Toch zal WSV zich niet gewonnen geven. Want hier komt Muharrem Aslan in bezit van de bal. En hij speelt die bal soeverein onder Sam voor de poorten door. En na 85 minuten spelen is het voorwaar 2-1. En is de aansluitingstreffer op het bord. WSV, het geeft ze dus niet gewonnen. Ondanks dat ze met 10 man staan. En hier, een prima schot. Maar jammer genoeg voor de mannen van WSV. En Martijn Lieverink met name. Dat die bal net voorlangs hobbelt. En zo een treffer niet op het bord kan worden geschreven. Wordt de bal voorgegeven. Maar die bal die had beter teruggetrokken kunnen worden op de aanvoerder. Bas Staring, die stond er beter voor. Maar ja, of je nou met 2-1 wint of met 3-1. Dat maakt natuurlijk niet zoveel op voor het puntentotaal aan het einde van de rit. Voorzet. Dan is hier de 3-1. Nee hoor, de bal gaat via de onderkant van de lat. Maar niet achter de lijn. Volgens de lezing van scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo. En zo is het nog steeds 2-1 in het voordeel van Voorwaarts. Dan fluit scheidsrechter Dieperink voor de laatste keer. Is in ieder geval WSV weer een illusie armer. Nou, ik vond wel dat we de wedstrijd best onder controle hadden. In het begin denk ik een beetje onnodige vrije trappen weggeven. Waardoor dus eigenlijk de druk toch te veel op onze goal kwam. Onnodig. Vervolgens daarna krijgen we denk ik een fase waarin we aardig voetballen. En krijgen ook wat meer ruimte voorin. Ik vond dat we wat onrustig waren aan de bal, in balbezit. En de eindpaas gewoon voor de goal. We konden gewoon voetballend goed mee, vond ik. Bij vlagen uitstekend zelfs. Alleen ja, dan komt het net de eindpaas. En de grote kansen krijg je wel. Daar was ik al wel hartstikke blij mee. Afgelopen wedstrijden gewoon een stuk minder kansen gecreëerd. En vandaag wel. Maar gewoon, daarom heb je hem gewoon verloren, denk ik. En wat slimmigheid aan voorwaartskant. Nou, de scoreverloop was voor jullie niet ongunstig, hè? Precies op slag van rust. Nee, dat was een fantastische goal natuurlijk. Dus dat was een heel mooi moment. Mooie goal. En in de rust hebben we dit ook, wat ik eigenlijk net ook aangaf, van dat we eigenlijk gewoon wat rustiger moeten zijn aan de ballen. Vooral voorin. Wat langer vasthouden, bijsluiten. En ook op de helft van de tegenpartij gewoon balbezit houden. Nou, dat hebben we ook de tweede helft, zijn we daar toch weer wat slordig in geweest. Zelfs tegen 10 man. Ja, je komt duidelijk even wat ervaring tekort. Ja, die zit aan de verkeerde kant van het hek. Nee, dat klopt. Daar ben ik helemaal met je eens. Kijk, het is allemaal gewoon te verklaarbaar. Natuurlijk, we hebben gewoon 5 wedstrijden 0 punten. Je moet ook gewoon te reëel zijn.
Soms heeft dat ook met kwaliteit te maken. Maar ja, ik vind het als trainer, weet je wel, dan ga je altijd analyseren met je wedstrijden en met je trainingen. Het is gewoon, gewoon te verklaarbaar ja, in die fase gewoon, ja, gewoon waarin wij zitten. De Apeldoornse hockeyvereniging Arens maakt goede tijden door. De vereniging is zeer actief en groeit zo hard dat de accommodatie nodig moest worden uitgebreid. Deze uitbreiding geschiedde in de richting van de voetbalvereniging Alexandria. Daar werd het derde kunstgras hockeyveld aangelegd. Ook het hoofdveld bij het clubhuis van de hockeyvereniging aan Sportpark De Nagelpoel kreeg een vernieuwde toplaag. En natuurlijk een bijbehorende sproeiinstallatie zoals dat hoort bij een waterveld. Ook vroeger was er wel een scorebord, maar deze was nodig aan vervanging toe, dus ook die onderging een metamorfose. Reden genoeg voor een feestje en een informele, maar toch officiële opening. Ares en de gemeente en iedereen die graag had willen knippen, het veld officieel te openen. Mine en Iris zijn onze nieuwste juniorenleden. Ze zijn 22 september aangemeld en vallen met de neus in de boter, want ze mogen gelijk het veld openen. Dames, kom maar. Ik heb voor jullie allebei een schaal. Dan moeten jullie nog even uitmaken met elkaar wie nou welke kleur knipt, hè? Beetje lachen en dan komt hij, hè? 1, 2, ja! Super, dankjewel. Dankjewel, super. Jammer was het wel dat de dames tegen een forse nederlaag opliepen, maar de heren daarentegen wonnen met forse cijfers op het eigen veld. Op Sportpark De Nagelpoel is elke dag wel wat te beleven. Het hockey-icoon van Ares, Bart Wortelboer, ook nog coach van Dames 1, is er vrijwel dagelijks te vinden met zijn leerlingen van de school waar hij werkt. Maar ook treffen we op de vrijdagochtend een aantal senioren aan. Met wel hele bijzondere sticks. En ja, ik zie die mannen met hele gevaarlijke wapens hier rondlopen. Hoe gaat het spelletje in zijn werk? Nou, het zijn knotsen. Het zijn dus geen hockeysticks, het zijn knotsen. En die hockeysticks of knotsen hebben het voordeel dat ze licht zijn. Lichter dan een hockeystick en ze zijn ook zachter dan een hockeystick. Dus je kunt elkaar daar behoorlijk mee raken zonder schade aan te richten. Inmiddels bent u zelf heel actief bezig hier bij de hockeyclub Ares. Ja, nee, dat klopt. Met fit hockey. Ja, vroeger heette dat knotshockey. Kunt u daar een beetje de geschiedenis van vertellen? Ja, de geschiedenis van knotshockey gaat terug tot oktober 2003. Toen zijn we hier begonnen met een groep van een man of 12. Nadat we een demonstratie hebben gegeven in een verzorgingshuis in Sint-Hubertus. Zijn er hier 12 man bij elkaar gekomen en we zijn begonnen. En de groep is nu 22 man groot. En hoe vaak spelen jullie per week? Twee keer in de week, een uur. Fit hockey, is dat inmiddels al een internationale sport? Nee, fit hockey is nog niet internationaal voor zover wij weten. We weten natuurlijk niet wat er in Kuala Lumpur gespeeld wordt. Maar voor zover wij weten is het alleen nog in Nederland. En wie is er ooit mee begonnen? Wij zijn ermee begonnen. De hockeyclub Ares heeft dat bedacht. Om zeg maar, de velden die er door de week braak bij liggen, om die wat meer te bevolken. Hebben jullie die hockeysticks of dit soort knotsen zelf ontwikkeld? Nee, deze knotsen waren er al. Die werden in de zaal gebruikt voor bounceball. En dat was een soort volleybal met knotsen in plaats van met de handen. En deze vorm van sport die wordt alleen beoefend door de senioren? Of zijn er al meer categorieën die ermee in de weer zijn? Nou ja, je kunt hiermee beginnen met vierjarigen. Dat doen we hier ook bij Ares. Als ze een jaar of zes zijn, gaan ze gewoon hockeyen met een hockeystick. En als ze zeg maar 65 weer voorbij zijn, kunnen ze weer verder met de knotsen. Maar we hebben hier ook wel toernooien met mensen die dus van alle leeftijden die het ook leuk vinden. Alleen dan wordt het anders gespeeld dan wat wij nu doen. Dan wordt het echt rammen wat je noemt. Wij proberen echt een hockeyspelletje op de mat te leggen. Doelpunten te maken, over te spelen, te kijken enzovoort. Ja, ik vind die doeltjes wat laag. Dat klopt, en dat is de bedoeling dat we de bal ook wat laag houden. Want die bal gaat heel makkelijk omhoog. En als je ook hoog zou kunnen scoren, dan is er natuurlijk geen enkele reden meer om die bal laag te houden. Dus dat is eigenlijk de bewuste reden dat jullie dat nu niet spelen? Ja, dat klopt. Ja, wij willen die bal laag houden.
Er wordt ook voor afgefloten als hij hoog gaat en het is gevaarlijk. Dan, of hij komt op een lichaam, dan wordt er voor afgefloten. Je kunt jezelf moeilijk bezeren met dit verhaal. Want dat is bewust de reden dat jullie destijds gezocht hebben. Die oude heren moeten niet met hockeystickers laten werken. Ja, je moet natuurlijk een spel bedenken wat voor mensen die nooit gehockeyd hebben. Want deze mensen die hier spelen, die hebben op 1A nooit gehockeyd. De enige die gehockeyd heeft, ben ik. Ik heb 50 jaar gehockeyd, dus ik weet hoe het spelletje werkt. Maar de anderen hebben nooit gehockeyd. Ze zijn meer voetballers dan hockeyers. Dus dan zou je, als je met een gewone stick zou werken, zou het echt levensgevaarlijk zijn. Maar dit gaat goed. We hebben heel weinig blessures. Af en toe valt er eens iemand. Af en toe heeft er eens iemand een spierblessure of een knieblessure of wat dan ook. Maar normaal gesproken is dit heel blessure ongevoelig. Wat zijn de overtredingen die gemaakt worden? Kan men buitenspel staan? Heb je ook nog te maken met strafcorners? Nee, buitenspel heb je niet, strafcorners heb je niet. Je mag scoren uit het hele veld. Shoot mag wel, als het maar niet opzettelijk en niet te veel het spel beïnvloedt. Nou, ik wens u heel veel plezier. Het is een hartstikke leuke manier om te kijken. We pakken nog een stukje mee. Oké, nou veel plezier. Ja. Ha ha ha!